Minister Gilmer Hoefdraad van Financiën heeft gisteren in de Nationale Assemblee aangegeven dat hij toen als governor van de Centrale Bank van Suriname veel heeft geïnvesteerd in eigen kader. Iets wat volgens hem in geen jaren was gedaan. Naar zijn zeggen is het niveau van de bank daardoor opgetrokken. De Centrale Bank moest uit het stenen tijdperk gehaald worden en om dat te doen is er zeer sterk kader aangetrokken, zei Hoefdraad. Die investering werd gedeeltelijk betaald door internationale instellingen zoals de IDB en ook door de Centrale Bank zelf. Een hele duidelijke lijn, zei Hoefdraad. Assembleelid Mahinder Jogi vroeg waarom de minister speciaal 55 juristen heeft aangetrokken voor de Centrale Bank. De minister zegt dat er 55 juristen in dienst zijn genomen bij de Centrale Bank. Waarom is dan die ene jurist aangetrokken? Met een salaris van 520.000 per jaar, voorzitter. En met een extra declaratie van 1,2 miljard, voorzitter. De minister raakte geïrriteerd door deze opmerking en gaf aan dat hij duidelijk heeft gezegd dat er 55 jonge economen en juristen zijn aangetrokken. De bewindsman maakte het college duidelijk dat Jogi zijn woorden heeft verdraaid. Ik denk dat het geachte lid Jogi me duidelijk heeft gehoord. Je bent gewoon een leugenaar. Want je verdraait hier de feiten. Ja, ik heb duidelijk gezegd, minister, 55 minister, jonge economen en juristen zijn aangetrokken. Minister, nee, u liegt. Minister, u liegt gewoon. Minister. Minister. Minister, ik begreep dat de gemoederen ook verhit kunnen raken bij de regering. Leden, even. Even. Minister. Minister, ik begreep dat de gemoederen ook bij de regering verhit kunnen raken. U bedoelt een training in het niet antwoord geven wanneer lid Jogi opstaat en geld de minister ligt. Ja, dat kan. Dus lid Jogi, u bent twee keer al in die vergadering opgestaan en de minister voor leugenaar uitgemaakt. Toch vraag ik de minister om daar niet zo op in te gaan. Want lid Jogi doet dat ding buiten de microfoon. Als hij het in de microfoon doet, dan roep ik hem ook tot de orde. We begrijpen de minister, maar toch vragen we de minister om er anders mee om te gaan. Minister. Minister, aan u via het graag college. De heer Jogi heeft er waarschijnlijk niet goed begrepen. En ik kan het in zeer basis Nederlands uitleggen. Ik heb gezegd, er zijn 55 jonge experts, jonge economen en juristen zinnen in die strekking. Je kunt begrijpen dat het wrevelwerk, als je op een centrale bank werkt, dan gaat er direct een rood lampje branden als men gaat zeggen van hoe kom je met 55 juristen op die centrale bank. Dat kan niet. Aldus minister Gilmer Hoefdraad van Financiën gisteren in de Nationale Assemblee.